Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 68 hier in Imola. Alweer een dubbele video. Waarom? Alweer een sprintrace. Dat verwacht je denk ik na 5 seizoenen wel. Goed vooral. Maar goed, heb je die vorige video dus gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en zet die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer. Vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Staan er goed voor bij de vehicle performance comparison. Er kwam in de vorige video een flinke update aan. Hopelijk dat wij weer de practice programs kunnen gaan doen, zodat we nog meer updates kunnen gaan binnenhengelen. En ja, de afgelopen 2 races dus gewonnen in Saoedi-Arabië en in Australië. Dus ik wacht hier gewoon weer een race overwinning. Maar eerst de kwalificatie voor aflevering nummer 68 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier op het zonnige en droge Imola. Er is ook geen regen verwacht voor Q2 en Q3. Dus dat is goed om te zien. Dat vind ik heel erg mooi. Perfect. Goed, gaan we dus kijken of deze ronde goed genoeg is om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik had daar helaas wat last van een haas. Ik weet niet wie dat was. Terwijl Alonso even een 1.17.6 laat noteren. En wij komen bij start-finish. En dat is een 1.16.9.3.3. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij het einde van Q1. En op zoek naar een verbetering. Staan op de 4e positie. En nu moeten wij hopelijk gewoon weer naar de snelste tijd toe zien te gaan. Albon in de McLaren is ook extreem snel. En daar helaas gaan we op het gras. De Apex wat gemist, grindbak gepakt per ongeluk. Heeft ons wat tijd gekost. Rood in sector 1, paars in sector 2. En dan komen we aan bij start-finish. En dan zit Q1 erop. En dan halen wij de 2e tijd. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q2 met nog ongeveer 2 minuten op de klok. We moeten een goede ronde gaan noteren, anders zijn we weg. Maar goed, dat is wel duidelijk. Dat snapt iedereen, denk ik. En dit keer geen mensen, hoop ik, die in mijn ronde zitten. Jawel, Gasly rijdt daar in mijn flying lap, per ongeluk. Die rijdt in mijn flying lap. En Gasly heeft net een out lap gedaan. En hier ook. Russell rijdt ons in de weg. Niet fijn. Klein moment overstuur op de exit. Maar dat is wel de snelste tijd met een 1.15.8.3.9. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij Q3. Als allerlaatste naar buiten gegaan. En volgens mij komen daar nog mensen uit de pitstraat gereden. En we hebben er geen last van. Jazeker, dus een clean lap. Voor ons, dat is goed. Dat is fijn, dat is prachtig. Dat is geweldig. En dan is het gewoon, denk ik, zometeen naar de pole position toe rijden. Krijgen daar een track limit waarschuwing. Maar dat is geen probleem. Paars in sector 2. Daar wat grind meegenomen. En dan komen we aan bij start finish. En dat is een 1.16.1.9.4. Goed gedaan. Verstappen op P2. Einde van Q3. Het is wat bewolkter geworden.
verwacht regen in de volgende 2 minuten. Er komt dus regen aan, maar goed, het is geen probleem, want de baan is nu nog droog. Iedereen kan gewoon verder op de droogweerbanden. Dus in principe maakt de regen helemaal niks meer uit. Vlag hangt uit in Q3. En wij gaan ons weer verbeteren. Met 3/10. Misschien wel 4/10. 4/10 eraf. En het is weer de snelste tijd. Pole position voor de sprintrace. Goed gedaan. En Verstappen maakt er een 1-2'tje van. Jazeker, Max zit erbij. Wel op ruim 4/10, maar goed, het is geen probleem. Op naar de sprintrace voor aflevering nummer 68. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Perez, Alex Albon, and Gasly, Ocon, Sainz, Norris, and George Russell, Fernando Alonso, Tsunoda, Nicholas Latifi, and Teo Pourchaire, Joe, Oscar Piastri, Daniel Tictum and Mick Schumacher, Magnussen, Richard Vachon, Stroll and Robert Schwartzman. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Na de puntenfinish van de vorige race moeten wij dus weer in de punten eindigen, zegt Mark Priestley. Komt gewoon voor elkaar. Hopelijk dat Verstappen ook punten kan pakken voor ons team. Dat zou mooi zijn. Pakken we 15 punten erbij voor het constructeurskampioenschap. Dat is goed om te zien. En de strategie is gewoon op de mediumband starten en op de mediumband eindigen. Er zijn maar 11 rondes te racen tijdens een sprintrace. En dan gaan we beginnen voor de formatieronde. Hier in Imola komen we gewoon goed van onze plek. Heel veel informatie wat we eigenlijk al lang weten. En dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. We komen keurig in de gridslot terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 68. De sprintrace in Emilia-Romagna gaat beginnen. Als iedereen op zijn plek is, dan gaan we beginnen. En dat zijn we natuurlijk. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Italië. En te zijn...
uit en de sprintrace is onderweg. Komen goed van onze plek. Verstappen komt ook goed weg. Blokkeert al gelijk die binnenkant vanwege Charles Leclerc. Maar Leclerc zit aan de buitenkant te kijken van de landgenoot. En kan er niet voorbij. Verstappen houdt die P2 goed om te zien. Albon naar 4, Perez naar 5. Wij dus aan de leiding. Goed om te zien. Zitten we in ronde nummer 4 van de race als Max het daar probeert, maar kan er niet langs. Wij gaan even verdedigen. En willen graag dit 1-2'tje zien te houden, maar dan wel dat ik aan kop rijd. Leclerc probeert het aan de buitenkant bij Max. En dat is niet geslaagd. Verstappen houdt lang vol. Ook al is hij wat langzamer dan de rest. Ronde nummer 10 alweer. Als we daar een klein foutje maken en Leclerc is Max voorbij gegaan. En dus kan Leclerc met nog een ronde te gaan aanvallen voor de leiding. Hij is er voorbij, maar wij kijken hier terug. En doen dit gewoon puur uit frustratie. Om te zorgen dat Max weer tweede wordt. En hebben DRS. En Max heeft ook DRS. En kan hier gaan kijken. Is Leclerc voorbij gegaan? Wat kan Verstappen hier op dit rechte stuk? Niet naar de leiding. Wordt daar even gepareerd door ons. En kan er niet voorbij. Wou daar even kijken bij de eerste bocht. Is mislukt. Goed om te zien. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van de laatste ronde. Er is niet zoveel gebeurd. Geen uitvaller. Dus ja, dat is altijd lekker. Wij gaan hier dus de sprint winnen. Max tweede pakken de volledige score in de sprint. Starten op pole position. Goed gedaan. Uitstekend. En verslaan Ferrari in de sprint. Goed hoor. En krijgen drive op de D. Jazeker. Netjes. Heel erg netjes. Uitslag van de sprint. Wij dus pakken de racewinst. Max naar P2 starten op pole position en Max op de tweede plek. 15 punten erbij. Goed gedaan. Helaas pakt één Ferrari coureur geen punten. Dat is jammer. Maar goed, het is allemaal geen probleem. Dan gaan we gewoon lekker beginnen voor de hoofdrace. En kijken wat dat dan gaat worden. Eén uitvallig Sainz, maar goed, dat interesseert ons helemaal niks. En is het op naar de hoofdrace natuurlijk. Daar gaan we dan. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula One tracks as it's driven anti-clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit, and it's only DRS zone. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Albon, Esteban Ocon, and Norris. Fernando Alonso, Tsunoda, Teo Pourchaire, and Mick Schumacher. Oscar Piastri, Joe, Sergio Perez, and Tictum. Russell, Gasly, Robert Schwartzman, and Lance Stroll. Richard Vachon, Magnussen, Latifi, Carlos Sainz will start from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? With me as usual is Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Nou goed, dan zijn we aanbeland bij alweer de grid. Gaan we alweer beginnen voor een race en starten dus alweer op pole position. Nou, na die sprintrace verwacht ik hier gewoon de volledige score. Hopelijk dat de snelste racerondepunt ook weer van ons wordt. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Er kan aan het einde van de rit nog regen komen.
Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe we dat gaan aanpakken. 32 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Leclerc op die zachte band. Daar moeten wij voor oppassen. Max en mijzelf op de medium band. Hopelijk hebben wij een goede start. En ik vraag me echt af of Leclerc hier misschien niet zichzelf in de voet schiet. Waarom, de regen is nog heel lang weg. En je kan maar beter een eenstopper maken, oftewel van de medium naar de intus, dan soft medium intus. Ben je veel meer tijd kwijt. Maar goed, daar draait het nu niet om. Nu draait het om hoe goed komen wij in de grid slots. Nou, niet goed. Helemaal niet goed. Dat is jammer. En staan dus wat naar achteren toe. En dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 68. Voor de hoofdrace dit keer. Sprint is al geweest. Hopelijk pakken wij hier ook de overwinning in de hoofdrace. Het zou mooi zijn dat dat gaat gebeuren. Gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 68 van F1-22. My Team Karemo zet er op pole position. Max op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen heel slecht weg. En al flink wat wielspin al te pakken helaas. Dat is jammer. Max naar de leiding. Leclerc kan er niet langs. Albon naar 3. Leclerc naar 3. Allemaal op en neer. En Max aan de leiding. In de grote prijs van Emilia-Romagna. Leclerc heeft niet geprofiteerd van die zachte band. Gat is al 15e en Max leidt de race. Albon en Ocon. 4 en 5 voor McLaren. En wij kunnen alleen maar kijken bij Max Verstappen. Hier misschien op de exit proberen. Nee, lukt helaas niet. Er zit een klem. En Max gaat ook slim verdedigen. Dus wij kunnen er niet langs. Ronde nummer 2 is het. Als wij nog steeds achter Verstappen zitten. Moeten hier iets op gaan verzinnen. Want Leclerc komt dichterbij. Hebben daar een flink moment op de curbzone. Leclerc aan die binnenkant. Lukt niet. Wordt daar flink op de curbzone geduwd door ons. Ik weet niet of het mag. Maar goed, we doen het toch. En Verstappen nog steeds op P2. Hebben groen in sector 1 genoteerd. Dat is goed om te zien. Een persoonlijke verbetering komt eraan. Hetzelfde geldt voor Verstappen. En gaan hier wat wijd. Maar goed, dat mag. Krijgen er geen track limits waarschuwing voor. Dus alles verloopt clean tot nu toe. Kunnen hier misschien in ronde nummer 3 aanvallen bij Max. Zitten er dicht op. Maar Verstappen gooit zijn overtakeknop aan. Heeft meer power en daardoor wint hij de exit. Dus we moeten het hier nu gaan proberen bij de DRS-zone. In ronde nummer 3, begin ronde nummer 4... Overtekenknop aangezet. DRS beschikbaar gesteld. Hopelijk kunnen wij er iets mee. Proberen aan de buitenkant. En dat lukt helaas net niet. Max laat zijn auto mooi staan. En positioneert zichzelf heel goed. Ronde nummer 5 is het. Als wij nu even alleen DRS opengooien. Geen overtekenknop gebruiken. En Max weer heel goed gepositioneerd. Verprutst daarmee wel zijn exit. Maar kunnen hier helemaal niks. Albon zit bij Leclerc te kijken. En Albon is er voorbij. En Max heeft nu wat lucht van ons. Het gat is 17e, 16e ongeveer. Dus we moeten Max zo snel mogelijk zien te passeren. Ronde nummer 6 is het, als we nu wel de overtakeknop aangooien. Max, die ziet dit. Kijkt naar de binnenkant. We gaan een aanval doen naar de buitenkant. Lukt helaas niet. Max remt laat. We doen dit alleen om ERS te sparen. En om ervoor te zorgen dat Max wegrijdt van Leclerc. Pushen, Verstappen tot het uiterste in de race. Dat mag allemaal zo lang we elkaar niet raken. Dat is goed. Dat is clean. En zo hoort het ook. Leclerc nog steeds op P3. Dat gaat dus 1.2, 1.1. Ronde nummer 7 alweer. Als het wat bewolkter begint te worden. En hier gaan we echt aandringen bij Verstappen om wat harder te gaan rijden. Dan nu op de exit. Max gooit zijn overtakeknop aan. We hebben hier DRS. En zitten aan de binnenkant te kijken. Maar Max gooit die deur dicht. Moeten even op de rem. Kunnen er gewoon niet langs.
Max doet dit heel slim. En dit is jammer, want nu houdt hij ons op. Het gat naar Leclerc is 18e. Wordt nu kleiner en kleiner. We hebben nog steeds de snelste raceronde in handen met een 1.19.008. Hebben daar een flink moment op de curbstone. En dat ziet Charles Leclerc. Maar hij kan er niet voorbij. Ronde nummer 9 is het. Jazeker, als het geel is. En daar vallen we Max aan. Nu via de binnenkant. Goed gedaan. En Mick Schumacher uitgevallen in de race. Maar wij rijden aan de leiding. Jazeker, zo hoort het. Leclerc kan aanvallen bij Max. Maar lukt niet. Daar zit Max aan de binnenkant en probeert terug te komen. Maar wij pareren zijn aanval af. Zij aan zij, Leclerc en Verstappen. En Leclerc is er voorbij. Max verliest terrein. En daar zit Leclerc. Die heeft die softband. Betere tractie. En wij pakken hem hier weer terug aan de binnenkant. Wielen haken in elkaar. En Max verliest alleen maar meer en meer terrein. Dat is jammer. Albon nu naar 2. En gaat ons onder druk zetten. De walking neemt toe in Italië. Gele vlag. Want er gaat iemand stilvallen. Er valt iemand stil. In de Alfa Romeo. Dat is Robert Schwartzman. En de safety car is uitgeroepen op de baan. De safety car is op de baan. Wij gaan gewoon door. Want ik wil wachten totdat de regen valt. En de bewolking neemt toe. Dat zie ik. Gaan gewoon door. En Leclerc naar binnen. Max Verstappen naar binnen gedoken voor de harde band. Niet slim, want ik denk dat zometeen die regen komt. En daar is Bernd Mailänder. En moeten dus nu achter de safety car blijven. De vraag is, wanneer komt die safety car naar binnen? En gaat het dan al regenen? Is het dan al aan het regenen? Dat is de vraag. En ja hoor, het is aan het regenen in ronde nummer 11. Als Bernd Mailänder pas heel laat besluit om naar binnen te duiken. Wij mogen het tempo nog even gaan bepalen in de race. En dan mogen we weer los op een nat circuit. En we gaan weer los op een nat circuit, jazeker. Verstappen, Leclerc, allemaal naar de harde band. Wij gaan hier van lijn wisselen en Max naar binnen gedoken. Alweer duikt Verstappen naar binnen voor de intermediates. En wij schieten hierdoor. En daar zit Albon. Maar kan er niet voorbij. Net niet. Norris zit te kijken voor P4 en P3. Max naar binnen voor de intermediates. Gaat heel ver terugvallen. En het is niet slim wat Max heeft gedaan door tijdens die safety car naar binnen te duiken voor de harde band. Nu heeft hij een extra pitstop gemaakt wat gewoon kansloos is. En nu duiken wij naar binnen voor de intermediates. Want de baan is nat geworden in ronde nummer 12. Nog 20 rondes te gaan in de race. Gasly en Dan Ticktum rijden door. Prima pitstop en komen mooi net voor Albon weer het circuit op. Jazeker. En komen terug op een P3. Gasly en Ticktum moeten nog naar binnen en gaan hier heel veel tijd verliezen. En Piastri heeft ons geundercut. Hetzelfde geldt voor Latifi. Nicolas Latifi en Oscar Piastri hebben ons geundercut. Maar goed, het is geen probleem. Wij moeten die twee zo snel mogelijk zien te passeren. Maar het gaat wel goed komen, denk ik. Onder nummer 14 als wij Latifi hebben gepasseerd en daar vallen we Piastri aan, jazeker, aan de binnenkant van bocht nummer 1. En Piastri wil niet opgeven, dat is nogal irritant van de AI dat ze dat doen. Niet opgeven en zorgen dat wij ook vertragen. Ik zie dat de regen minder wordt. De regen is aan het verminderen. Alleen nog maar nat op het circuit. Geen regen of nauwelijks regen. De baan moet nu alleen maar droog worden gereden, maar ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren in de wedstrijd. En wij leiden dus de race. Leclerc naar 4, Leclerc naar 3, Latifi naar 4, Albon naar 5 en Piastri op het podium, P2.
en pakken daar een 3 seconden tijdsgat. Maar dat is geen probleem, want dat gat naar Piastri is 17 seconden. Ik denk dat Oscar Piastri hier zijn allereerste podium gaat pakken in de Formule 1. Goed gedaan van de Australiër. Een uitstekende strategie van ons. Jammer van Max. Ontzettend jammer. Leclerc pakt toch nog een podium. Wij gaan hier ook de hoofdrace winnen. Jazeker. Pakken, denk ik, de volledige scoren in een raceweekend. Goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd. That's 4 race wins in a row. And that's it then for the Emilia-Romagna Grand Prix. And what a sensational victory they've managed to pull off here. So, Anthony, what made the difference out there today? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Hier ben onder de uitleg van de wedstrijd. Wij pakken alle punten die een rijder kan hebben. Jazeker, 34 punten. Goed gedaan. Latifi krijgt driver of the day. Doet hij goed. En Piastri pakt zijn allereerste podium. Jazeker, met een tweede plek. Goed gedaan. En wij ondanks een 3 seconden tijdstraf gewoon naar de overwinning. Max door die blunder naar P8. Jammer. En Mick Schumacher uitgevallen in de race. Daardoor de achterstand na Leclerc bedraagt 27 punten. Nou, Verstappen inmiddels 59 punten. Dus dat is nogal jammer. En Ferrari op 36 punten gezet. Dus we staan er goed voor. Goed gedaan. Rivaliteit breakdown met mezelf en Leclerc plus 5 of mij plus 3 voor Charles, 19 tegenover 13. Dus doen het daar ook goed. Goed om te zien. Team acclaim is ook gewoon goed. Max is al bijna level 22. Wij zijn nog steeds level 21. Het team level 27. Dus doen dat uitstekend. Van alle sponsoren de inkomsten binnengewerkt. $1,18 miljoen erbij. Helaas heeft Max 5.000 schade gereden. Plus $95.000 erbij. In totaal $29,8 miljoen. Dus dat kunnen we gaan spenderen aan de faciliteiten. Goed gedaan. Uitstekend weekend voor ons. Minder voor Max. Maar goed, dat is geen probleem. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer weeklessen. My Team. Creëer met content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En schakel ook net dat belletje aan. Zodat je altijd een notificatie krijgt wanneer er een nieuwe video online staat. Pakken onze derde achtereenvolgende overwinning. Goed gedaan. Uitstekend. En ja, dan is het op naar de volgende video. Dus nogmaals, nog niet geabonneerd. Gewoon even doen. En schakel dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Giannan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende.